Lex, ruik jij winstkansen nu PSV niet in geweldige doen is? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Maar voorheen zijn er ook kansen om te winnen. Dus ja, PSV is nu niet, op dit moment niet in goede doen. Ze hebben van Utrecht vorige week verloren. En ja, gisteren verliezen van Gnepper in Europa. Ja, dus natuurlijk zie je kansen. Het rommelt. Ja, dan moet je daar gelijk bovenop. Ja, ze lijken daar echt een probleem te hebben. Ook nog eens zonder Mark van Bommel. 5 keer geel in 5 duels. Hoe belangrijk is zijn afwezigheid voor jullie? Ja, je kan het op verschillende manieren zien. Zijn afwezigheid. Kijk, ze zoeken hem op dit moment. En aan de andere kant, ja, is het voor hun wel natuurlijk een bepalende speler. Dus ja, we zullen morgen zien of we hem echt missen of niet. Ja, nu... hebben jullie weer althans de groep is veranderd in de laatste weken, net voor de transfer deadline. Je hebt vorige week tegen Zwolle gespeeld. Je hebt nu, omdat er vorige week een interlandweek was, nu echt een week met elkaar kunnen trainen. Maakt dat jullie beter zo'n week als elftal? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Je raakt wat meer op elkaar ingespeeld. Maar je doet wat partijtjes natuurlijk. En ja, je leert elkaar sowieso op voetballend vlak meer en beter kennen. Dus ja, zo'n extra week is toch wel lekker naar PSV toe. Ja, leef je anders naar zo'n topduel toe dan pakweg tegen PEC Zwolle? Nee, in principe niet. Ik niet in ieder geval. Ik zie elke wedstrijd als een wedstrijd. En elke wedstrijd is dus net zo moeilijk. Ja, je begint wel op 0-0, maar ja, het is niet zo dat je altijd maar Zwolle thuis makkelijker is als PSV uit of moeilijker. Ja, zo zie ik het helemaal niet. Ik zie elke wedstrijd als een wedstrijd. We beginnen bij 0-0. Nee, je moet maar zien te scoren. En je zegt net, natuurlijk hebben wij altijd winstkansen in Eindhoven, maar toch moet je nu het gevoel hebben dat er misschien juist nu wel iets te halen valt daar, of niet? Ja, tuurlijk. Ja, zo kijkt iedereen ernaar. Ze hebben natuurlijk donderdag gespeeld, een wedstrijd in de benen, terugreis. Ja, dan vind je het altijd wat lekkerder om tegen zo'n ploeg te spelen. Ja, misschien is het voor hun ook wel lekkerder om nu tegen ons te spelen. Omdat ja, ze willen revanche natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Ze willen ja, revanche inderdaad. Ze hebben 2 wedstrijden nu verloren achter elkaar. En, ja, dan willen ze niet een derde verliezen. 2 seizoenen geleden wonnen jullie, zeg ik maar, met ADO in het Philips Stadion. Dat moet een mooie middag zijn geweest. Ja, klopt. Ja, 0-1. Ja. Ja, hele wedstrijd 0-0 gehouden. En, ja, PSV wel een betere ploeg. En, ja, laatste minuut, 93e minuut voor mij. Vicento ging aan de linkerkant er vandoor. Die geeft die bal voor. En Boulikin komt in aanraking met de keeper. En die bal rolt eigenlijk bij de tweede paal heel lullig door. En Wesley komt aanlopen en die schuift die bal erin. En we winnen 0-1 daar. Zo'n scenario teken je ook voor aanstaande zondag, denk ik. Met opnieuw Wesley Verhoeken in een hoofdrol. Ja, nou ja. Natuurlijk, zeker weten. Het zou helemaal mooi zijn voor West. Maar ja, in principe staat het team natuurlijk voorop. En het maakt me niet uit hoe we winnen. Als we maar winnen, zeg ik altijd maar. En, ja, of het nou zondag in de 93e minuut is, ja, dat maakt me niks uit.